Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 28 juni 2016. Dat is het bulletin van dinsdag. Vandaag weer meerdere mossenwoorden en een SSTV-plaatje in PD50. In de VS speelt een discussie die hier toch wat ongebruikelijk aandoet. Veel Amerikanen vinden dat het politieverkeer via de ether per definitie ongecodeerd moet zijn, omdat burgers en de pers zo de overheid kunnen controleren. Ze baseren zich daarbij op de grondwet. Steeds meer politieregio's echter schakelen over op kanalen met encryptie. Het gaat anders dan dat het hier ging. Korpsen beschikken soms al over communicatie met encryptie, maar hebben ook niet gecodeerde kanalen waarbij de agenten zelf kunnen kiezen of het verkeer openbaar is of dat het beter versleuteld kan worden verstuurd. In de VS is er nu alweer een nieuwe regio die overgaat op encryptie. Hoofdcommissaris Dan O'Shea van Rockford heeft verordeneerd dat alle digitale communicatie van het korps vanaf 1 augustus plaats moet vinden op frequenties met versleuteling. In Florida heeft scanner-enthousiast en radioamateur Joe Mattern, WX4ADX, in 2010 een organisatie genaamd Concerns About Encryption opgericht. Zorgen over encryptie. Om encryptie van de politiekanalen in de staat Florida te voorkomen. De korpsen gebruiken vaak de veiligheid van agenten en burgers als argument voor het versleutelen. Soms lopen mensen in de weg bij acties en het komt ook voor dat criminelen de informatie die ze opvangen gebruiken om de politie te vlug af te zijn. Zo stellen de betreffende korpsen vaak. Mattern stelt dat er vrijwel geen enkel bewijs is dat encryptie het werk van agenten inderdaad veiliger maakt. Mattern stelt verder dat encryptie natuurlijk bij zaken als arrestatieteams en de war on drugs gebruikt kan worden en dat het daar legitiem is. Maar waarom zou het routineverkeer via de ether ook gecodeerd moeten worden? En bovenal, zo stelt Mattern, waarom zou de belastingbetaler hier weer voor op moeten draaien? Dus uit webwereld.nl signaleert een aantal amusante en niet amusante problemen die je met computersystemen en netwerken kunt hebben. Een medewerker bracht bijvoorbeeld haar laptop naar de IT-afdeling met een lange lijst vol vreemde problemen. Willekeurige pop-ups, blauwe schermen, vastlopers, programma's die willekeurig gestart worden. Uit de tests kwam naar voren dat er een probleem was met de koeler. Makkelijk op te lossen. De medewerkster kreeg een nieuwe laptop, maar kwam een week later terug met dezelfde problemen. De mensen bij de IT-afdeling vroegen haar uit te leggen wat ze precies deed voordat het misging. Ze legde vervolgens uit dat alles overdag goed ging en dat ze de laptop voordat ze naar bed ging in de sluimerstand zette. In de ochtend werd zij wakker met willekeurige programma's op haar scherm. Het team scande de hele computer en draaide elke update die je maar kon draaien, maar ze konden niks vinden. Uiteindelijk zagen ze in het log van de BIOS dat de computer regelmatig uit de sluimerstand werd gehaald, vervolgens flink opwarmde en daarna weer afkoelde. De gebruiker kon dat wel verklaren. Ze kwam er namelijk achter dat haar kat op de laptop sliep. Aldus webwereld.nl. Ja, en dan komen we nu toe aan deel 1 van de nieuwe serie over digitale modus. Een nieuwe serie die ik iedere aflevering maak zoals het loopt. Er zit echter wel enige lijn in. Ik begin met digitale spraak op VHF en UHF. En mocht het zo lopen, dan maak ik nog een vervolg over de digitale tekstmodus zoals die op de korte golf gebruikelijk zijn. Bij digitale spraak werd in de afgelopen jaren vaak gedacht aan D-Star. Dat was echter niet het eerste digitale spraaksysteem voor centamateurs. Alenco had voor ICOM al een systeem. Je kon bepaalde Alenco Z-ontvangers uitrusten met een printje en dan kon je deze modus gebruiken. Het systeem had 2 tekortkomingen waardoor het nooit is aangeslagen. De eerste tekortkoming was de hoge prijs. Het printje kostte al meer dan de transceiver waar hij ingebouwd moest worden. En het tweede probleem, dat was het ontbreken van netwerkinfrastructuur. Dat laatste is waarin de huidige systemen zich onderscheiden aan weerszijden van de grens, veel gebruikt of incidenteel gebruikt. Het lijkt wel of een systeem alleen succesvol kan worden als er ook een functioneel netwerk met repeaters voor is. De systemen waarvoor op grote schaal netwerken bestaan zijn in Nederland DMR en D-Star. In België is daarnaast ook System Fusion inmiddels breed in gebruik en dat is in veel landen zo. Er zijn nog meer systemen die gebruikt worden. In de VS was al voor de komst van D-Star P25 populair en dat was op enige schaal ook in Duitsland het geval. Dat systeem P25 is ook bekend onder de naam APCO of Project 25 of voluit APCO Project 25. Dit systeem is wat bij de hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance in de VS in gebruik is. De apparatuur hiervoor is nieuw heel duur, maar omdat het al vrij lang in gebruik is, is er een uitgebreide surplusmarkt voor met schappelijke prijzen. In de VS en Canada zie je daarnaast ook dat NXDN op enige schaal door amateurs in netwerken gebruikt wordt. NXDN is door ICOM samen met Kenwood ontwikkeld. Kenwood brengt de apparatuur hiervoor onder de naam NextEdge op de markt. Ook in bijvoorbeeld de regio Rotterdam zijn er meerdere van dit soort netwerken professioneel in gebruik.
Kenwood is echter bezig om richting DMR te bewegen en levert daar inmiddels ook apparatuur voor. ICOM noemt apparatuur voor NXD en IDAS, maar sinds een paar jaar worden onder de IDAS-noemer ook DPMR-apparaten verkocht. IDAS en DPMR lijken sterk op elkaar en ook lijken deze beide systemen redelijk veel op D-Star. Voordat Alinco met zijn digitale spraaksysteem kwam, werd er ook al door amateurs met digitale spraakmodus geëxperimenteerd. Onder andere gebeurde dat in mijn eigen regio een jaar of 10 geleden al, toen PI4AMF nog in de plaats Leusden zat. De in deze eerste aflevering behandelde systemen zijn dus het Alinco-systeem, volgens mij is daar geen naam voor bekend. En verder D-Star, DMR, System Fusion, APCO P25, NXDN en DPMR. In de volgende aflevering gaan we op nog wat meer systemen in die bij amateurs in gebruik zijn. In latere vervolgen zoomen we ook op de verschillende systemen in. Vanavond vanaf 20:30 is de D-Star-ronde op XRF 088B via D-Star, maar ook via DMR te beluisteren. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en terugluisteren via de website van Frans, PD4 Fox Mike Juliet. Website is pd4fmj.nl. Om te luisteren kun je bovenaan op het tapje klikken. Ja, dan nog iets anders. Ik ben behalve de maker van deze uitzending en een aantal andere zaken die ik doe, ook mede-eigenaar en beheerder van de site centamateur.com. Gewoonlijk probeer ik die dingen strikt gescheiden te houden en ik maak ook niet zo vaak op amateurfrequenties bekend dat ik bij het forum betrokken ben. De afgelopen 24 uur bereiken me echter meerdere berichten als zou ik op centamateur.com aan het censureren zijn geslagen. Dat dit soort berichten rondgaan waarbij ook mijn naam genoemd wordt, raakt ook mijn reputatie als journalist die op een objectieve manier het amateurnieuws probeert te brengen. En daardoor kan ik niet anders dan daar nu langs deze weg op te reageren. Net als PI2NOS heeft zendamateur.com een aantal regels die ervoor moeten zorgen dat het beheersteam mensen die erop uit zijn om het forum op stelte te zetten of die de andere forumbezoekers niet respectvol tegemoet treden, daarop kunnen aanspreken. Nagenoeg alle internetfora hebben dat soort regels en die van ons wijken ook niet sterk af van die van andere fora. Een van de meest ernstige schendingen van deze forumregels is als een nieuwe gebruiker zich niet eerst voorstelt en een poosje op het forum rondkijkt wat de regels en de gebruikers zijn, maar die in plaats daarvan direct in een van de eerste 4 of 5 forumposts al van leer trekt over een onderwerp dat controversieel is. Dat is volstrekt onaanvaardbaar gedrag op het forum en het levert bij ons als team gewoonlijk een storm aan protestberichten op. Dit gebeurde gisteren. Iemand meldde zich aan en direct bij het eerste bericht ging het vol op het orgel. De moderator op het forum zette na de eerste klachten een slotje op het onderwerp, waardoor er niet meer op gereageerd kon worden. En toen er nog veel meer klachten kwamen, werd het onderwerp van het forum verwijderd. Dat is de standaardprocedure op het forum in dergelijke gevallen en we passen die eigenlijk zonder uitzonderingen altijd zo toe. Je moet met zaken als het op slot zetten en een verwijdering van een onderwerp ook niet te lang wachten, want dan dupeer je ook de mensen die er inmiddels een reactie onder hebben geplaatst. De moderator overlegde gisteren met een van de beheerders die onderschreef dat dit de juiste handelswijze was en daarna werd ik zelf ook in de discussie betrokken. Dit was dus nadat de topic al verwijderd was. De verwijdering van het onderwerp, bestaande uit 1 post en 1 reactie, betekent absoluut niet dat het betreffende onderwerp niet op het forum besproken mag worden. Er zijn inmiddels meerdere discussies over hetzelfde onderwerp op het forum geweest, ook is de betreffende gebruiker niet geblokkeerd. Hij is nog steeds gewoon welkom op het forum. Op PI2NOS moet je je gedragen volgens de charter en de gedragsregels die te vinden zijn op www.repeater.nl. Dat geldt voor alle repeaters die deze charter en de gedragslijn onderschrijven. Op centamateur.com gelden vergelijkbare regels met een vergelijkbare achtergrond. En als je je daar niet aan houdt, heeft het ook daar consequenties.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.